30 september kregen we de mededeling dat Google de stekker eruit had getrokken bij Stadia Iets wat we eigenlijk al een jaar geleden hadden voorspeld. Dat was een beetje een doodlopend eind. Dat Google Stadia het heeft eigenlijk nooit tractie gehad. Maar uh, in juli van 2021, nee, in juli van dit jaar zeiden ze nog: van het gaat helemaal goed komen. Uh, Google Stadia gaat er helemaal niet mee stoppen, jongens. We're still going strong. Er komen nieuwe games aan, bla bla die bla. Maar goed, we weten allemaal. 30 september. Uh, hij is weg. Google Stadia vanaf januari bestaat er niet meer. Iedereen krijgt zijn geld terug. Uh, wat hij er allemaal in heeft gestopt. Maar je kunt de games er gewoon niet meer op spelen. It's gone. It's done. Klaar. En wat is er nou aan de hand? Hoe heeft dit zover kunnen komen? Jongens, het is niet een of ander klein. ...inferieur bedrijfje wat erachter zit... Iets, ...een hulpeloze organisatie... ...met veel te weinig geld... ...wat het geprobeerd heeft, maar tegen de bierkaar... ...op heeft gevochten, maar het werkte niet. Nee, het is fucking Google. Die hebben... ...miljarden dollars... ...een oorlogskast van hier tot Tokio... ...en hun lukt het dus niet... ...om in twee jaar tijd een... ...nieuwe service ...van de grond te krijgen. Wat is daar... ...in hemelsnaam gebeurd? Nou, tijd voor een werkstukje... Ik ben er even ingedoken. En het is me wel een verhaal. Het is weer echt uh, bizar hoe dit bij zo'n groot bedrijf, waar je toch zou zeggen dat een hele hoop hooggekwalificeerde mensen spelen uh, werken, dat die dergelijke domme fouten hebben gemaakt om dit dan te laten ploffen. We beginnen bij het begin. En het begin is. 2019, let wel, dat is een jaar voordat de PlayStation 5 en de Xbox Series uh, werden aangekondigd, werden getoond, als het ware. Toen kwam Google Stadia uh, naar buiten. De aller, aller, allereerste keer, en dat was eigenlijk alweer een soort voorspellend gegeven, was dat op een heel klein, ja, een kleine exhibitie in San Francisco, uh, waar. Uh, uh, maar ook uh, uh, ja, monumenten als de Nintendo Power Glove, de Dreamcast. Uh, en een kopie van uh, E.T. De Extreme. Uh, ja, weet je wel, die game voor Atari. die zo geflopt is. die waren daar ook. Dus dat is eigenlijk al een beetje een heel uh, vervelend. Uh, um, uh, een omen, als het ware. He, eigenlijk zijn ze onder een verkeerd gesternte. begonnen met Google Star. Nou goed, wat je hier ziet is Phil Harrison. de GDC vlak daarna. Uh, de eerste presentatie van. Google Stadia Phil Harrison, die inmiddels dus aan alle consoles heeft meegewerkt. Want hij heeft volgens mij bij Nintendo gewerkt, hij heeft bij PlayStation gewerkt, hij heeft bij Microsoft gewerkt en hij heeft ook bij Google Stadia uh, gewerkt. Uh, hij kwam vol trots naar buiten toe om de wereld te vertellen dat hij de wereld ging veranderen met Google Stadia. Hij ging de, de, de wereld van de gamer veranderen. Die ging hij blijvend veranderen. Want zei hij: tot nu toe heb ik altijd games gemaakt voor een gesloten systeem. Je weet wel, je had een console, daar maakte ik dan een game voor, een game op een schuifje of misschien een game op een cartridge. En um, dan bleef je binnen dat ecosysteem. Dat is allemaal voorbij. Het gaat straks allemaal gewoon in de cloud. Je gaat straks games maken voor de cloud en Google Stadia. Zij zouden de eerste partij zijn die erin zou stappen. En zij zouden de gamingwereld gaan uh, veranderen. Blijvend veranderen. En eigenlijk hebben ze daar wel een beetje gelijk in. Maar ja, zij zijn dan niet degene geweest. Of zijn degene die met, uh, daar de vruchten van hebben kunnen plukken. Dat zijn andere bedrijven geweest. Maar goed, daar later over. Voordat ik even uh, ga vertellen wat ze nou allemaal beloofden. De Google Stadia is eigenlijk een voortzetting van Project Stream. En Project Stream, dat is een samenwerking met Ubisoft. En Ubisoft zou uiteindelijk de enige triple A publisher zijn die vol in Stadia heeft gestapt, is gestapt. Uiteindelijk uh, is 15% van het aanbod wat je op Google Stadia kon spelen, is van Ubisoft uh, afkomstig. En dit was een pro project... <coughs> Waarbij Assassin's Creed werd gestreamd, als het ware. Dus je, je, je had geen fysieke game nodig. Je kon het streamen via uh, de browsers uh, van Google. En uh, ja, dat was gewoon een experiment. En het experiment, dat, dat beviel wel. Het, het leek inderdaad mogelijk om zonder een fysieke game te beschikken. Uh, zonder over een, een fysieke game te beschikken. Toch Assassin's Creed te kunnen spelen. Gewoon op je pc. En. Dat opende hele nieuwe werelden. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen gamen. Maar niet elke gamer heeft het geld of de wens of de wil om een dure PlayStation te kopen. Een dure console of een dure Xbox te kopen. Een hele dure high-end PC te kopen. Wat als je nou gewoon een low-end PC kon hebben? Gewoon een, een simpele laptop of een simpele PC. En je kon daarop gewoon jouw games streamen. Dat zou toch. Ideaal zijn en dat zou dus de markt gaan openen, en dat is ook de boodschap die Phil Harrison, dus had op de GDC: hij zei, jongens, we hebben 19 regio's waarin we als Google uh, uh, aanwezig zijn, en dat zijn meer dan 200 landen. En um, wij hebben in al die 200 landen hebben wij Assassin's Creed speelbaar gemaakt. Dat klopte ook wel op zich. Ik bedoel, dit is het verhaal: dit zijn al die landen, overal waren serverpark opgezet en de mensen konden uiteindelijk Assassin's Creed spelen. Daar zit nog wel een mits aan, maar daar kom ik dan straks op. Goed, GDC, Phil Harrison, um, die ging eigenlijk iets vertellen... en ik kan me dat nog wel redelijk herinneren... waarvan wij hier bij Henkings allemaal dachten van... oké, okay, um, je zout erbij, maar stel dat dat mogelijk is... dat wat het beeld wat hij schiet, uh, schetst... Stel nou dat het ook daadwerkelijk doable is. Dat zou wel breed zijn. Want hij zei bijvoorbeeld. Uh, je vindt een game vet. Je hebt, je hebt wat gelezen over Assassin's Creed. Je denkt van nou dat is, dat is tof. Dat wil ik wel eens checken. Je gaat naar een linkje toe. Je klikt op dat linkje. En hoppakee binnen vijf seconden zit je in de game. Je hebt geen hardware nodig. Uh, je hebt geen console nodig. Je hoeft niet te wachten. Je kunt meteen bam dat gaan spelen. Twee miljard mensen zouden dat volgens hem kunnen gaan doen. Dat zou insane zijn. Um, toen kwam ook dat verhaal van de, van de, van de ruwe kracht die dan uh, de Google Stadia had. Hè? Je weet wel, de 10.7 teraflops die erin zouden zitten. Nou, vergeet uh, uh, even checken. Okay. De Playstation 4 heeft, had er 4.2 en de Xbox One had 6 teraflops. Dus dit was nog vele malen sterker. Um, bij launch 4K kon je gaan spelen 60 frames per seconde en waarschijnlijk ook nog eens keer 8K in de toekomst en dan had je ook nog eens een keer twee hele nieuwe technieken die uh, wat mij betreft heel erg cool klinken dat heet Stream Connect en um, ja, je zou dus bij elkaar dus om simpel uit te leggen stel dat ik zelf geen zin heb om te gamen dan maar een vriend van mij of een vriendin van mij, die is wel aan het gamen. Ik heb zoiets van, hé, hey, ik, ik wil gewoon meekijken. En dan, hop, met, met een druk, met een klik, kan ik dan meekijken op zijn scherm wat hij aan het spelen is. Dat, dat zou heel tof zijn. Op die manier zou je bijvoorbeeld, zou ik skate kunnen bellen. Van, hé hey skate, ik zit vast in Elden Ring. Uh, nou, waar dan? Nou, ik zal het je even laten zien. Gaat hij op mijn scherm kijken? En kan hij zien waar ik in vast zit? En vervolgens kan hij dan een, uh, een tip geven. En dan had je ook nog steeds share. En uh, daarmee zou je bijvoorbeeld bepaalde momenten in een game. Stel ik, uh, ik heb een eindbaas die ik in Elden Ring heb verslagen. Dan zou ik met een druk op de knop. Zou ik die scène waarin ik dat doe, die zou ik uh, aan Skate kunnen geven. Als hij ook Google Stadia heeft een abonnement erop. En dan kan hij die nog een keer overspelen. Ik bedoel, dat klinkt allemaal ongelooflijk. Uh, ja, best wel. Future, weet je wel. Weet je, een beetje Whiskid-achtig. Het, 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 het had wel wat. Het probleem was alleen. Uh, ja, dat heel veel mensen zoiets hadden van: oké, okay, maar. Ja, gaat dit allemaal werken? We weten. Met streaming. Um, en dan komen we een beetje op dat probleem van dat plaatje. wat we natuurlijk eerder hadden gezien. Die 200 landen. Die hebben niet allemaal stable high-speed internet. Er was 10 MB had je nodig, minimaal, om een, uh, uh, een game redelijk te kunnen spelen. Eigenlijk had je meer nodig om het goed te kunnen spelen. Maar dat was doable. De helft van de landen viel wat dat betreft al af. Uh, en, en dat zorgde ervoor dat uiteindelijk in de long run. Ja, 200 landen. Dat was de belofte. Dat zou gaan gebeuren. Uiteindelijk zijn er maar 22, 23 landen geweest die Google Stadia draaiende hebben weten te krijgen. Nou, je ziet hier um, Koos die aan het spelen is. Um, en hij gaf het al aan. Hij is bij ons de grote uh, uh, stadia fan als het ware geweest. Hij heeft stadia thuis gehad. Hij heeft ermee gespeeld. Samen Kevin heeft het ook uitgeprobeerd. En eigenlijk was. De pers die op dat moment met Google Stadia aan de gang ging, die zei. Uh, het ziet er allemaal goed uit. Maar het speelt een beetje. Het speelt niet zoals zo als je het zou spelen op een vaste console. Er was toch wel degelijk een bepaalde vertraging, een bepaalde lag in. Die ervoor zorgde dat het niet helemaal intuïtief aanvoelde. Het, het, het was weird. <coughs> en dat had vooral te maken met hoe snel jouw internet waren. Uh, maar. Aan de andere kant, ja, Google, hè? bedoel, het is fucking huge bedrijf. Die, die, hebben geld. Ik Bedoel, Microsoft heeft ook geld. En kijk, wat Microsoft op dit moment met de Xbox Game Pass aan het doen is, met xCloud aan het doen is, als je het geld op een goede wijze inzet. Dus dat, waarom zou Google dat niet kunnen doen? Dus er was een soort van uh, een beetje waakzaam gevoel, voorzichtig optimisme, uh, ja, verwarring. Uh, uh, men wist het niet helemaal. Dat hadden wij eigenlijk hier allemaal op de redactie. Ook. Belangrijk was dat uh, op, tijdens de GDC Phil Harrison nog iets aankondigde. En dat was dat ze ook een, een, een studio gingen opzetten. Een grote studio op uh, gingen zetten. En uh, niemand minder dan Jade Raymond. Nou, allemaal wel bekend van IA en van Ubisoft. Die zou daar de baas in. Die zou daar de leiding gaan voeren. En daar zouden dan verschillende games uit gaan voorkomen. Want er moest natuurlijk unieke content komen. Zonder unieke content heb je gewoon geen platform. En bij launch zouden de al Tientallen games komen en daar zou ook al unieke, exclusieve content bij zitten. 2019 toen. 19 toen. Nou ja, goed, iedereen had zoiets van. Oké, okay, um, ja, laat het dan maar gebeuren. Uh, we, we, we zijn benieuwd wat dat gaat zijn. Een aantal dingen wisten we natuurlijk nog niet. Hoeveel kosten het? Wat was het model erachter? Was het een subscriptiemodel, zoals we nu de Game Pass hebben? Je betaalt het abonnement en je kunt de games gewoon spelen. Um, moest je betalen voor de console? Was het daarmee klaar? Moest je de games toch nog gewoon gaan aankopen? Um, dat wisten we allemaal niet. We wisten niet hoe duur de games zouden gaan worden. En we wisten ook niet welke exclusieve games ze hadden. En we weten nu, als we kijken naar Xbox met name, dat het best wel lang duurt voordat je een gewoon een high-end triple-A-productie... Kunt produceren. 2019 werd die studio uh, opgezet. Dan heb je niet binnen één of twee jaar, eigenlijk binnen één jaar, want 2020 is de release ervan, heb je gewoon goede high-end AAA um, exclusieve content op je platform zitten. Dus daar waren nog wel een hoop vragen bij. Wat was de reactie vanuit de markt? Microsoft hield zich redelijk op de vlakte, die waren natuurlijk. Al bezig met X-Cloud, een beetje eenzelfde systeem. Uh, zij wisten donders goed dat dit voor hen ook de toekomst was. Dus ze hadden niet zoiets van: hier staan we negatief tegenover. Het was meer van: oké, okay, ja, weet je wel, het is competitie. Uh, Google is een groot bedrijf, bla die, bla die, bla. PlayStation, die hun verhaal was: exclusiviteit. Bij ons heb je de content die je ertoe doet. Vind ik wel grappig dat PlayStation exclusiviteit aanbrengt. Uh, terwijl ze nu zo ontzettend lopen te knokken tegen Microsoft, omdat die mogelijk. Tot nu toe willen ze het niet. De komende vijf jaar. Maar goed, PlayStation gaat ervan uit dat uiteindelijk Call of Duty en al die andere Blizzard en Activision games, die worden exclusief. En dat kan niet, want uh, dat is niet goed voor de game. Dus dat is een beetje grappig. Eerst dus gewoon exclusiviteit. Uh, en anyway. Het, het, als het eruit uitkomt, dan gebruiken ze het. En als het er niet uitkomt, gebruiken ze het niet. Goed, de launch. Daar gaan we dan. November 2020. Google Stadia rolde van de. Uh, to, ja, nou ook, ook wel van de fabrieksband. Want uh, je had er wel degelijk een kastje voor nodig. En je had er een controle voor nodig. Nou, hier ga je zien uh, hoe, je moet, uh, hoe je het kan kopen. Dit is de launch trailer. Uh, er waren twee. En dan moet ik, weer uh, moet ik weer oppassen: twee tiers aanwezig. Je had de premium tier en de free Stadia base. Uh, voor de premium betaalde je 10 dollar per maand. <coughs> je moest nog eens een keer. Uh, de console en de controller aankopen. Uh, die was ook nog iets van 200 dollar uit mijn hoofd. Uh, en, en dat deed de wenkbrauwen wel fronsen. En hier kun je denk ik een klein beetje al het begin van uiteindelijk het einde zien. Uh, je betaalde dus 10 uh, uh, dollar of 10 euro voor het abonnement. Maar anders dan bij Xbox Game Pass kon je de games dan niet spelen. Ja, je, je kon een paar games spelen. Mogelijk de exclusieve games. Maar goed, die zaten er bijna nog niet op. Het waren vooral third party games. En om die game te moeten spelen, moest je hem ook in bezit hebben. Dus je moest hem aankopen. En dat is natuurlijk een beetje weird. Dat voelde niet helemaal lekker. Um, je kreeg wel kortingen. Goed, je moest er nog steeds voor betalen, een beetje NN, alsof ik bedoel als Game Pass. Uh, 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 even kijken, wat is het nu? 10, 10 dollar of 15 dollar voor Ultimate uh, zou kosten. Plus dat je dan ook nog een deel van, weet ik wil twee, drie tientjes van een Halo Infinite moeten betalen was het veel minder populair geweest dan de veel makkelijker uit te leggen uh, uh, functionaliteit van het huidige abonnement aan de klant is. Hey betaal 15 euro en ratse Dit is alles wat je kunt spelen. Ga je gang maar. Nou dat was dus niet bij Stadio. Dat hoe ze dat hebben kunnen doen, snap ik wel hoe ze daar toe uh, gekomen zijn. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat Purple issues hadden van ah ik ga mijn third-party games niet gratis weggeven, of je betaalt me een uh, sloot geld voor wat ze overigens gedaan hebben, um, of um, ik zet die games gewoon niet op Google Stadia. Dus ze moesten wel, ze hadden nog geen eigen actieve games en ze waren uiteindelijk afhankelijk van de third party line-up die ze hadden. Nou ja, goed, er waren dus 120 games, volgens mij beloofd, Het zijn er uiteindelijk uh, 24 geworden. Volgens mij, het waren er eerst 12, 8 dagen. Voor de launch. Um, ja, Doom Eternal, Assassin's Creed, Odyssey, Destiny 2. Uh, de Tomb Raider Reboot Trilogy. Dus van die 12 games die je dus als eerste had bij launch. waren er drie ook nog eens een keer van Tomb Raider. Nou, die kon je dan gaan spelen. Toen is er één dag voor launch. zijn er nog eens acht titels of tien titels bijgekomen. Um, en ja, een launch van 24. Uh, nee, we kijk. kijken. 12. 22 oude games, dat is niet helemaal sterk. Daar mogen toch wel duidelijk over zijn. Plus nog eens het feit dat je het ook nog eens keer voor die game moet betalen. Dus stel nou dat je die game al had gekocht uh, voor de PC of de PlayStation, dan moest je hem toch nog een keer kopen om op stadia te kunnen. Het, het, het was een beetje raar. Dus. Dat, 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 dat landde niet heel erg lekker bij heel veel gamers. En helemaal niet omdat het beloofd was of dat gezegd was door Phil Harrison dat meer dan 4.000 studio's 4.000 studio's hadden het applicatieformulier ingevuld om recht te krijgen tot het maken van content, oftewel games, voor Google Stadia. 4.000 studio's zouden games gaan maken en waar kom je mee? 22 games, waarvan 3 Tomb Raider. Nou, dat draaide dus niet heel erg lekker bij launch. Bleek ook nog eens een keer dat heel veel functionaliteiten, 4K, friends list, uh, de frames per second, uh, de. wat hadden we, hadden we het net over? Die twee functionaliteiten die er ook bij zaten, um, die, ja, die, waren, die waren ook gewoon niet helemaal aanwezig. Ik ben even aan het zoeken, want ik weet niet uit mijn hoofd. Stream Connect en uh, Statshare, die waren beloofd. Die zaten er ook allemaal niet. Je kreeg eigenlijk best wel een uitgeklede versie van Google Stadia. Maar het zou allemaal goed gaan komen. We moeten het hier even mee doen. Dit is het begin, zei Phil Harrison. Het gaat allemaal goed komen. Nou, eigenlijk was hij nu al 80% of 90% van de gamers was hij kwijt. Um, en overbleven toch wat meer de hardcore gamers... die wel zoiets hadden van... Maar als je het dan speelt... Het werkt wel. Ik bedoel, Google Stadia, ik heb het zelf ook een paar keer uitgeprobeerd. De techniek erachter was solid. Alleen ja, je moet wel wat te spelen hebben. En dat, dat was er dus niet. En het feit dat. Ja, hoe, hoe kun je nou hemelsnaam een gameconsole op de wereld gaan brengen. als je geen content hebt? Dat is mij nog steeds een raadsel. En wat je nu ziet gebeuren bij Xbox, die gewoon 61, 62, 63 miljard uittrekt om Activision Blizzard te kopen. Ja, dat geld heeft Google ook. Waarom hebben ze het niet gedaan? Weet ik niet. Um, zou Google er toch niet zo achter hebben gestaan als Phil Harrison in het begin zei? Dat zou zomaar uh, kunnen. Kortom, het ging gewoon niet heel erg lekker, eigenlijk al meteen bij, uh, bij launch. En het grappige is: er waren dus wel degelijk wat. Third-party games. Eh? Je weet wel, de, de Assassin's Creed en Red Dead Redemption 2 en Cyberpunk. Dat waren toch, ik bedoel, Cyberpunk was een van de. Nou, het was, laat ik zeggen, de Google Stadium was een van de weinige platformen waar Cyberpunk gewoon goed op werkte. Maar daar hebben ze ook flink voor betaald, bleek na de hand. Uh, 20 miljoen is er betaald voor de rechten op Assassin's Creed. En tens of millions of dollars. Tens of millions of dollars voor uh, Red Dead Redemption 2 en NBA 2K. Dan moest je nog steeds die game erbij gaan halen. Dus dit. Insane dat ze dat hebben gedaan. Daar, daar hebben wat mensen uh, bij uh, Ubisoft gezeten in het management en bij 2K in het management, die zoiets hadden van: hé, hey, dat is makkelijk verdiend. Anyway, um, het ging niet helemaal goed. En de vraag was dus: heeft Google wel echt die liefde voor Google Stadia? Iets wat Phil Harrison ons maar constant liep te vertellen. Nou, daar was toen eigenlijk al twijfel voor. Een van de voorbeelden van die twijfel was um, dat er een nieuwe Chromecast zou komen. Chromecast is ook van Google. Ik heb er thuis ook eentje boven bij mijn bed staan. Daar, uh, meestal kan ik dan bijvoorbeeld daar voetbal kijken of whatever. Um, logisch dan dat je daar dan ook direct Google Stadia op zet. Als zoveel mensen een Chromecast hebben en je doet er gewoon Google Stadia in, ondersteuning, why not? Nou ja, niet dus. Google Stadia heeft dat er gewoon niet ingezet. En dat is eigenlijk weird. Want ik kom een paar keer tijdens deze spreekbeurt terug op Xbox. Dat is wat Xbox nu ook aan het doen zijn. Ze hebben net een deal gestuurd met Facebook. Ik haat de naam Meta, maar met Facebook. Um, zodat ze straks in hun browsers zitten. Ze zitten straks in de Microsoft Edge browser. In uh, uh, al die. Weet je wat? De, dat is de Samsung televisie. Het zit er straks overal in. Zodat je het overal gaat tegenkomen. En als je iets overal tegenkomt. Dan ga je het gebruiken. Zo simpel is het. En dan bereik je die 2 miljoen. 2 miljard mensen. Deed Google niet. Kortom. Um, chaos. We hebben het ook over die games. Waar waren die fucking games? Jade Raymond is op een gegeven moment ook alweer vertrokken. Die zit, heeft nu uh, uh, Haven opgericht. Een nieuwe studio. Die inmiddels alweer door PlayStation is gekocht. Zij was al weg. En in 2020. Uh, nee, in februari <coughs> 2021. En dat was drie, drie maanden in het tweede jaar van uh, Google Stadia, kon het veel Phil Harrison aan dat uh, ze gingen stoppen met uh, hun eigen studio's. Want het was toch wel heel veel geld en heel moeilijk om games te maken. Ja, dat had, ik, dat had Phil Harrison toch wel moeten weten. Die gast heeft jarenlang bij Microsoft, Xbox, whatever waar hij gewerkt heeft. Dan weet hij toch hoeveel geld dat kost. Dat dat niet zo simpel is. Hè? Hetzelfde probleem wat Amazon heeft. Het is niet zo simpel om games te maken. Daar ben je gewoon jarenlang mee bezig. Daar heb je niet alleen een paar top uh, 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 studio-directeuren voor nodig, zoals Jade Raymond. Nee, je hebt daar ook gewoon heel goed personeel voor nodig. Ja, nou, en die wilden niet per se gaan werken bij Google Stadium. Omdat die zoiets hadden van, nou oké, okay, moeten maar zien of dat lukt. En Google had nogal eens de neiging om een project ook maar zo de stekker uit te trekken als het gewoon niet werkte. Dus dat kwam gewoon niet van de grond. Uh, maar zei Phil Hersen. It's all gonna be alright. Het gaat allemaal goed komen. Uh, niks aan het handje. Google Stadia blijft hier gewoon. Oké, okay, we gaan nu niet zelf meer games maken, maar third party gaat straks echt volle bak games maken en de indie studios. Dat is de toekomst. Google Stadia en indie. Dat is een broederschap. Die gaan met elkaar samenwerken. En om dat te doen um, uh, kwam hij met een... Ja, dat heette Stadia Makers. Dat is een, een, een nieuwe samenwerkingsvorm gericht op Indies. En om er maar te zorgen dat hij Indies voor Google Stadia wilde werken... want die hadden ook zoiets van... Ja, ik bedoel, wie speelt er nou met een Stadia? Ik bedoel, ik kan wel een game voor je gaan maken. Maar als er niemand zo'n ding thuis heeft... Heb ik, ja, dan hoef ik ook geen game te maken. Dus uiteindelijk moet je met geld komen. Want met geld haal je mensen misschien wel over. En wat zij deden was, maar liefst 85%, 85 van uh, de inkomsten van een game, van de, die ging naar de developer. Dat is normaal, ik, volgens mij is het niet eens 50-50. Dat is vele malen kleiner. Uh, maar Google moest wel. Dus ze verdienen er eigenlijk ook helemaal geen hol aan. Maar ze moesten content hebben. En. Uh, die content hebben we eigenlijk tot 2022, tot het einde in 30 september niet of nauwelijks gezien. Waarom? Het duurt best een tijd voordat je die games kan maken. Ze zijn eigenlijk begonnen met een eigenlijk begonnen met eerste platform te maken en volgens dachten ze: oké, okay, fuck, we moeten er ook nog games voor maken. Oké, okay, nou dan, dan 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 gaan we dat nu doen. Dat is eigenlijk al veel te laat. Um... Wat het leuke is, dat eind 2021 en begin 2022... Um, Google nog steeds iets had van... Nee hey man, fuck it man. Iedereen, iedereen riep al van... En, en wij al heel lang van... Trek die fucking stekker dan uit. Het, het gaat niet werken. Dit, dit gaat je niet lukken. Google bleef volhouden. It's all gonna be alright. Gaat helemaal goed komen. Um, st en sterker nog jongens... Stage here, stream StreamConnect, Crowdplay... Het gaat er allemaal aan komen. Het is bijna af. Je kunt er binnenkort gebruik van gaan maken. Ik weet niet... Want ik heb eigenlijk het laatste jaar geen Google Stadia meer aangeraakt. Of die functionaliteit überhaupt ooit gekomen is. Maar um, 30 september 2022, dat is de dag. Toen werd de stack eruit getrokken. Terwijl in juli van dat jaar nog Google Stadia. Uh, toen ze ook al met de studio stopten. En toen ze al veel meer bezig waren. Van we gaan er een techniek van maken. Een streaming service die dan anderen kunnen gebruiken. Bladibla. Toen zeiden we al: oké, okay, dit is een voorbode. Dit is gewoon. ...gefaseerd terugtrekken. Heel langzaam terugtrekken. Uh, niet één grote pijn maar maken, maar stap voor stap... ...steeds een stapje terug doen. En uiteindelijk zeg je gewoon van... ...we doen er helemaal niks mee. Maar ondertussen blijf je aan de buitenkant... ...wel volhouden via je marketeers en je PR-personeel... ...dat het allemaal goed gaat komen. En nog steeds kwamen er aankondigingen... Van ...dat er een nieuwe game zou komen, dit en dat. 30 september 2022. De stekker is eruit getrokken. Google Stadia is niet meer. Het heeft dus feitelijk twee jaar lang bestaan... Komt wel vaker voor dat een console vrij snel doodgaat. Uh, maar niet met zo'n enorm bedrijf erachter. Ik vind dat een enorme blunder. Uh, Google doet dit volgens mij heel vaak. En heeft daar werkelijk waar totaal geen last van. Je heeft zoiets van, oké, okay, ja, niet gelukkig. gaan we gewoon weer verder. Dus ze doen tien, tien projecten. En dan eentje die wordt een gigantisch succes. Twee die worden een succes. En de rest is bagger. Het is een beetje lullig dat het dan nu met onze hobby gebeurt. Gaming. Want... Ja, ze hebben het gewoon. Eigenlijk hebben ze het nooit een serieuze kans gegeven. En waarom is dat? Ten eerste, Google is geen gamingbedrijf. En dat blijkt wederom essentieel. Kijk maar, kom ik weer naar Microsoft. Toen Microsoft begon, uh, begon toen was uh, <coughs> de, de, het gevoel, de stemming onder gamers echt van <coughs> Microsoft. Dat zijn toch die assholes die uh, uh, Explorer doorheen hebben gedrukt en, uh, en Windows doorheen hebben gedrukt. Wat moet die niet nou met gaming? Het, gaming zat niet in de core van dat bedrijf. Daar hebben ze ontzettend veel last van gehad. De Xbox heeft daar zeker last van gehad. Pas bij de Xbox 360 hebben ze gamers overtuigd. Met name bijvoorbeeld door functionaliteit als Xbox Live. Van hé, hey, dat is toegevoegde waarde. Niet zozeer de games, maar wel de, de techniek erachter. Die is heel erg vet. Toen zag je bij de Xbox, One, als ze weer een paar rare fratsen uithalen, hoe snel dat sentiment ook weer verandert. Van ah, fucking Microsoft met dat tech. Dan wordt het opeens ook niet meer Xbox, dan wordt het Microsoft. Techbedrijf, moet ik niks van hebben. En nu pas zie je langzamerhand, na twintig jaar, dat Xbox gaming ademt. En dat het ook geaccepteerd is als gamingbedrijf. Nou, Google is misschien nog wel griezeliger samen met Amazon. En Facebook dan, uh, dan, dan Microsoft. En daar zit gewoon een sentiment die niet helemaal oké okay is. Dan moet je wel zo ontzettend goed zijn. Wil je in één keer de harten van gamers kunnen stelen. Dat is ten eerste niet gelukt. Ten tweede, content. Waar was de fucking content? Hoe kun je in hemelsnaam een console gaan maken? En je belooft 120 games. Uiteindelijk zijn er 278 games uitgekomen. Uh, in drie jaar tijd. Uh, 105 in het eerste jaar. 121 in het tweede jaar. En nog eens een keer 52 in het derde jaar. Dus er zijn wel games uitgekomen. Maar bijna allemaal oude games. Vrij weinig <coughs> zelfgemaakte of exclusieve shit. En als het dan exclusief was, was het daar nou ook weer niet je van het. Hoe kun je dan denken als je de content niet hebt. dat je een platform kan verkopen? Platform is niks. Dat is techniek. Ik bedoel, wat is Netflix nou of uh, uh, Disney Plus zonder de Star Wars films en de Disney films. en de goede series die Netflix heeft? Helemaal niks. Daar hebben ze zich ontzettend in vergist. En uh, ja, waarom zich daarin vergissen? Ik, ik, ik snap er geen reden van, want in principe ik had het ze ook kunnen vertellen. En uh, ik heb daar niet eens uh, een salaris van een paar miljoen dollar per jaar voor nodig. Ik had hetzelfde kunnen doen als Phil Harrison. Had ik het waarschijnlijk net zo slecht als hem gedaan. Dat, dat, dat durf ik dan weer wel te stellen. Ik bedoel, ik weet niet of ik alle kwaliteiten heb van Phil Harrison. Maar dit had ik ze wel kunnen vertellen. Voorspellen hadden ze het eigenlijk al meteen binnen een maand kunnen stoppen. Had ik ze een hoop geld uh, bespaard. Um, accessibility. Hoe kom je erbij om een model op te zetten? Een subscriptiemodel van 10 dollar per maand. Waar je dan eigenlijk niet echt iets voor hebt. Want je moet die games dan dan met korting of zonder korting nog bij gaan kopen. Ook, je hebt dus niet de recht op. En dan heb je nu dus de problemen dat Google Stadia is er niet meer. Ja, wat moet ik dan met mijn games? Ik heb opeens allemaal games en dan kan ik nu gewoon fucking helemaal niks meer. Bizar. Dat ze ook op die manier, dat nu eenmaal uh, de insteek was geweest, had dan gewoon echt de portemonnee getrokken. Uh, Hebben het niet over tientallen miljoenen, maar over een paar miljard. En had games ook gewoon exclusief gekocht. Wie weet was het dan wat uh, geworden. En ze zijn dus uiteindelijk ook geen eigenaars van de games. Uh, waardoor games ook weer weg werden gehaald. Waardoor. Op een gegeven moment eigenlijk Ubisoft als enige partij overbleef die nog daadwerkelijk iets voor Google Stadia deed. Omdat al die andere partijen zoiets hadden van ja, pff, die vier mensen die dan Google Stadia in de wereld hebben. Waarom zou ik daar dan uh, een port voor maken? Want er moet ongetwijfeld altijd wel iets worden aangepast. Um, dus ze hadden eigenlijk ook geen middelen, geen tools om gamers naar zich toe te trekken. En dat deden ze dus niet met het prijspijl. Ze deden het niet met accessibility en ze deden het ook niet met de content. Ja, dan is het... Kansloos, laten we eerlijk zijn. En het was kansloos. Het is gewoon kansloos geboren in 2019. Het is kansloos gelanceerd. Fout op fout op fout op fout op fout uh, Ze hebben het twee jaar weten te rekken. En op een gegeven moment dacht het management ook van: hey, oh fuck, we hebben ook nog een stadia ergens. Uh, een afdeling hier uh, rechtsonder in het gebouw. Uh, ik heb dat nodig. Die mensen heb ik nodig voor iets anders. Dus fuck het ook allemaal. We, uh, we stoppen er gewoon mee. Wel netjes als afsluiting is um, de aftersales. Dat betekent dat iedereen die iets gekocht heeft bij Stadia, uh, die krijgt um, zijn geld terug. En er zijn ook al een aantal publishers, zoals bijvoorbeeld Ubisoft, die hebben gezegd. Als jij een Stadia versie hebt van Assassin's Creed, dan kun je uh, nou, bij ons naar de PC toe. En dan zorgen wij dat je daar gewoon je game zelf kan spelen. Dus dat is eigenlijk allemaal heel tof geregeld. Maar dat vind ik wel grappig. Er zijn in 2020 waren er 750.000... Gebruikers van deze service 750.000 750 actieve gebruikers. Ik weet niet of dat in 2022 nog 2022 evenveel waren. Um, als die allemaal een refund willen. En op Reddit hebben ze al uitgerekend dat die refund gemiddeld zo rond de 900 dollar ligt. Dat is dus gewoon, weet je wel, uh, de console en uh, de, de, de controller abonnementsvorm. De games die je in je library hebt, dat zijn er ook altijd een paar, dat komt dan op 900 dollar uit. Dan zou Google, dus dat is 900 dollar, maar op 750.000, 345 miljoen dollar kwijt zijn om iedereen uit te betalen. En dat is serieus geld, wat mij betreft. Uh, misschien voor Google is dat ook werkelijk weer helemaal niks, uh, maar ik vind het een hoop geld. Aan de andere kant, als ze het gewoon allemaal netjes uitbetalen en er zijn altijd natuurlijk weer mensen bij die dat vergeten, die zoiets hebben: fuck it, het is weg. Laat ook maar lekker zitten. Als je een Google Stadia gebruiker bent en je hebt dus inderdaad betaald voor de servers, en ik weet dat er een mensen zijn binnen de community die dat hebben gedaan, vraag je geld gewoon terug, man. Echt, bedoel, het, het zijn lastige tijden en dat geld kun je echt wel gebruiken. Het is netjes dat ze dat doen, maar doe dat nu, want over een paar maanden, dan is die functionaliteit weg en dan sta je. Uh, met lege handen. Want dan zeggen ze gewoon van: ja, hé, hey, dat had je dan de eerste twee maanden moeten doen na de stop. Uh, want nu is die aanbieding gestopt. Maar goed. Een, wat mij betreft, een van de meest bizarre projecten. Nog bizarrer als Philips met de CDI of Sega met de Dreamcast of Nokia met de Engage. De Google Stadia van Google. En waarom? Eigenlijk heel simpel zo'n groot bedrijf... met zoveel geld... dan heb je... van mij betreft geen enkel excuus... om te falen. Ik bedoel, je kunt jezelf gewoon... inkopen als je de juiste... beslissingen neemt. En dus ze hebben alle... verkeerde beslissingen genomen. Dus de toekomst... die Phil Harrison ontschreef... dat ik gewoon uh, op een YouTube-video... van Assassin's Creed kan klikken... en dan meteen de game kan kopen bij uh, Stadia... En binnen vijf seconden kan ik hem ook spelen op mijn werk... die zijn allemaal weg... Ik vond het wel een mooi vooruitzicht, maar die zijn allemaal weg, die zijn er nog niet, die dan moeten we dan blijkbaar nog even op gaan wachten.